En nu staat Adam het rieder, eeg in eeg met de deertzolle van de smid van jene woord. Hij springt wel, maar komt verder aan het talonen. En in één keer gaat de kop van de romp. En als Adam dat zocht, dan denkt hij, ha, ik ga het redden. Maar dan had de boeten de smid van jene woord rekenen. De kop, de deertskop, komt vlokkend en rachend en skellend, zieger, zagend achter hem aan. En dat gaat hut, als een koel, als een explosief, gaat hij in de achtervolging. En wat Adam net weet is, dat onderwetter de romp van de smid van jene woord al lieke hut mij gaat. En dan, als Adam denkt dat er wat meters wint, is er in een west een zwart plak. Maar mooi wit in de midden de mannen. Hij kan het links, hij kan het rechts, hij kan alleen nog maar weer springen. En dat dochter. En hij rijdt het weer. Maar rek het al over de kop. Valt, doezelt even, gliert een ein. En ik de kop springt. De smid liet het net zitten. Maar komt krek, wen het oer dat brede weg hinnen. Maar hoe is het toch mogelijk? Ja, het is een duivels verhaal. Zo is het. Hoe is het mogelijk? Die romp die komt er ik krek aan en dat kletst er op elkaar en dat vriest vast, wat ik zei al. Het vriest dat het ongelt, dat het knapt. En de smid rotte mijn voorhammer en al uit het ijs en begint wakker ze voel om die achtervolging. En Adam denkt alleen nog maar, ik moet zien dat ik in een boeren kom, in een dorp. Wat moet je lezen? Waar is de ingang van de veert? Want hij weet dat de macht van de smid minder is als er tussen de hoezen zit. En daar uiteindelijk is de ingang van de veert. Maar dan schotter ik in het lucht van zijn grote rone vreun daarachter een groot skaart jonken hem verschijnen. Het skaart schoot op jonken hem. Een punt moet ze. Wat breeds. Het wordt heel tijd langer. En uit het skaart maakt het hem een erem los. Maar het bekende zwierde voorwerp. De smid komt dichterbij. Zilt slaan. Doch de hamer omheeg. Onderhellet de hamer. En dan, in een zet Adam de redens dwars op het ijs. Hoort het op voeten. En de smid veegt het finaal bedel. Flingend achter de hamer aan. En de gerre bedar is in het hiesde ijs. Zo klem als een knie voor de kriesdagen. Denkt Adam. En hij zet ouw, hij zet weer ouw, deer in een. Maar de smid, bang dat zijn slachtoffer hem ontkomen zal, pakt zijn laatste krachten bij elkaar, griep de hamer en denkt, ik krijg hem, ik krijg hem. En die vlingt erachterom, nou dwars door alles heen. Want nog nooit is hem een slachtoffer ontkomen. De hamer heeg. En dan is Adam tussen de hoezen. En hij weet dat daar de macht van de duivel van jene woord van de smid wat minder grut is. Alleen in het wetterland is er oppermachtig en hij denkt ik ga het redden. En dan soos het er als een zwel met de wien in de reeg onder de bregen de draai van wattentrog. En de smid zit hem nou deun op de hakken en zult taslaan.